Vorige week vond er een clinic plaats op het Johan Cruijffkoord voor het Mandenmakersstadion. Daarbij waren ook Ingo van Weert en Kenny van Hoevelen. Het is de RC Waag Battle, dus dat houdt in dat verschillende scholen hier uit Waalwijk tegen elkaar opnemen. Iedere wijk hier in Waalwijk speelt zeg maar tegen elkaar. En dit is gewoon een clinic vanuit RC die we hiervoor doen voor de kinderen die hier aan meedoen. Het is een mooi initiatief dat RKC zoiets regelt voor de kinderen. Hier zie je ook de toekomst eigenlijk van het voetbal. Ik moet zeggen dat er wel hier en daar een paar kinderen bij zitten die daar aardig wat kunnen voetballen. Gewoon een gezellige middag met alle kinderen die heel enthousiast zijn. Dat zie je ook gewoon terug als je nu met ze op het veld staat. Ze zijn heel gedreven en willen zich ook wel laten zien. Wij zijn van de RKC Waalwijk Battle. En zijn we nu met een paar teams. En dat doen we dus de clinic. En om even uit te leggen, wat is de RKC Waalwijk Battle? Dat is eigenlijk een soort wijktoernooi met allemaal wijken. Ik zit in Bezooien en dan doe je allemaal wedstrijden. De week na, denk jouw mooiste wedstrijd voor RKC tot nu toe, waarin je een doelpunt maakt en ook supporters uit Mechelen op de tribune zaten. Ja, dat klopt. Er was een bus, KV Mechelen supporters, naar hier afgeraasd om een wedstrijd mee te pikken van mij. Als je dan en voor RKC 3 punten kunt pakken, zelfs nog een goed doelpuntje mee pakken, dus dat is op zich mooi. Alleen spijtig van die rode kaart natuurlijk, maar ja, oké, dat is helemaal voetbal en het hoort erbij. Ik heb 1 keer gescoord. 1 keer. En nu komt de tweede keer. Oké, gaan we proberen. Ja, dat was een goede redding van de keeper. Ja, ik denk dat hij iets verder in de hoek had gekomen.